finca. Tjatje. Goedenavond, mensen. Het is weer vrijdagavond, bankstelavond. Vandaag heb ik de flinke vinke, ja. In Tappa Bankstel. Ik werd elke dag aangevallen via Facebook. Door een heleboel. Ik wil het bijna niet zeggen, want dadelijk mogen Aksa maar even afwang. Toch? Maar laten we even gaan luisteren wat deze jonge man, deze flinke vinke, te vertellen heeft. Want Michel mijn beef, maar ik kon niet aan mijn beef. Want Tjatje is ook in de buurt. Ja! Yeah. Hé mensen, ik ben weer gesponsord door Dresscode. Je ziet het. Vakantiekleding. Hé, nou man, ik ga het doen naar Amakaire. En wat moet ik doen? Mijn moeder? Jouw moeder? Jouw moeder? Oma? Nee, de vroedvrouw! Ja, ja, ik ben niet Benno. Ja, mijn vrouw is aan het bevallen. Rustig schat, wat moet ik doen? Blijf aan de lijn, ik ben er over 5 minuten. 5 minuten? Ik heb maar 3 minuten. Zij zijn er nog niet achter. Free after 3 local. Bel 3 minuten lokaal Digi to Digi en ontvang 30 minuten gratis. Digizel, Surinaams Bigger Better Network. Welkom kijkers, welkom. Flinke Vinke is de nieuwe naam van hem, hoor. Tappa Bankstel neer naar Flinke Vinke. Juist. Ik heb een heleboel dingen gehoord, John. Wat heb je zo gehoord, boy? Hoe gaat het met je? Het gaat uitstekend, hoor, helemaal. Alles lekker, je voelt je goed? Ja, ik voel me goed, ik voel me goed. Oh, Misitakon, je bent een beetje... Wat is er? Tommy Loesloes, oh, oké. Okay. Ja. Waar ben je geboren? Ik, Suriname, Paramaribo. Paramaribo. Je praat wel beleefd Nederlands, hoor. Zo netjes. Dat netjes boy toch? Ja, dat netjes boy. Wat meer een accent? Waarom ik heb gevraagd waar je bent geboren? Ik hoor een accent, een soort accent. Een soort Hollands accent. Ben je al naar Holland gegaan? Hoeveel keren ben je al naar Holland gegaan? Meer een accent? Nou, ik heb 3 jaar daar gewoond, Isabi. Oh. Ja, in 2001 ben ik naar Nederland vertrokken. Aha. En ik ben in 2004 weer gekomen. Uh-huh. Maar accent, nou, dit echt. Maar, Solis, ja, wie draait je tong op je zo? Waarom draai je tong? Zo'n beetje romantisch richting die dames, toch? Niet richting jou, hoor, richting die dames. Isabi, toch? Fenke, wie is je moeder? Mijn moeder, Felicia Esther Lita Latour. Oh, Latour. En je vader is? Frits Francis. Oh, zo zijn nog samen? Nee. Ik ben zonder een vader opgegroeid, Isabi. Oké, hoe was het? Wel, het was echt een moeilijke periode, want... Mijn vader was er niet en mijn moeder was toen de tijd in Nederland, begrijp je? Dus toen ik in 2001 ben vertrokken naar Nederland, ben ik mijn moeder daar gaan ontmoeten, begrijp je? Het was wel een moeilijke tijd, maar ja, daarvoor ben je een man toch? Oké, okay, dan moet... begin moeten vertellen, hoe was het in Nederland? Want Nederlandse kinderen, lastig? Ja, voordat ik ben vertrokken naar Nederland, ben ik altijd meer een spijder, man. Isabi? Mm-hmm. Vertel op, vertel op, mijn arki. Wel... Het was toen kwijt dat je, Isabi, je weet hoe de jeugd daar is. Je wordt snel beïnvloed, begrijp je? Hebben ze je daarom teruggepost natuurlijk? Nee, ze hebben me niet teruggepost. Mijn moeder wou terugkomen naar Suriname, okay, begrijp je? Okay. Dan zijn we teruggekomen. Je bent daar op school gegaan? Ja, ik ben daar op school gegaan, ja. En hier in Suriname, waar zat je op school? Waar ik op school zat... Toen ik terugkwam, ik zat eerst op de Udraisi Pharma school. Mm-hmm. En daarna ben ik naar de technische school gegaan, LTS 4 op Geersvleet. En je bent geslaagd. Nou, dus... Waarom lach je op mij? Nou, je weet niet meer. Nee, je hebt het afgemaakt. Nou, ik heb het niet afgemaakt. Ik ben in de laatste klas gestopt. Gewoon, Isabi, pokoe. Mm-hmm. Begreep je? Dat ben je begonnen met je pokoes? Wel in 2007 ben ik echt serieus begonnen om in de picture te komen. Okay. Maar daarvoor was ik al bezig. En in welke buurt ben je opgegroeid? Ik? Geersvleet. Oh, Geersvleet. Daar ben ik geboren. Is samen met Tjarek, want Tjarek naar Geersvleet. Ja man, ja Geersvleet. Suma bij Ando Suma. You bij Ando Tjarek of Tjarek bij Ando you? Mino bij Ando mama, mano bij Ando mito. Uno bij Moxie, uno bij Moxie. Serzo, feti. Nou, wat zang. Hij was verliefd op een meisje in de Wonshoreyestraat. Uh-huh. Isabi, en
Mikong, lekker Holland boy pas. Mm, is dat weet ik, kom pas. Nee. Ik draai het op je, zo plus je smipt je Holland. Ja. Dus daar. Ik heb Luca, man. Dus daar, ik heb Luca, man. Dat maar weet ik, man. Maar dan ben ik me. Tjachi, no ben ik me, zeer strefi. Dat maar een beetje, dan ben ik ook pas. Holland boy, ik heb een mooi boy, je hair slate. Is dat weet maar dan laatst ook begint uit de kassa uit, Isabi. Toen begint play poko samen. Achter sluit, ik ben play Michael Deira, maar ik ben play Stef. Oh, serieus? Ja, toch? Ja, man. Dat je een pissief Michael Deira. Ah? Je een pissief Michael Deira, ik denk. Go in atten, Eva. Ik go in atten. Ai, Eva, Eva Michael. Ayo! En dan ben je Stef op piste, Nati. Dat van me doen, Stef. Ik ben doen, Wansan. Dus. Toe oefen altijd. Dat deed hij iets van. Stef bij Apwansana, op poko op piste. Laita, oh. Ja. En dan ben je precies like Stef. Dat de man bij mijn commando was aan dat. Dat de man bij altijd een accident van Asia. Ik heb een man dit ook. Hij is een man op Nyang. Hij wil op lekkers. Dus dat. De man kon de man bij lobby. Hij heeft vlees bij lobby. Hij man bij Stef. Dat de man kon dat. Ik heb je voor elkaar. Dat heeft hij voor elkaar. Dan ben je bent jammer niet in Amerika dat ze iets aan de mannen doen. Michael, de mannen doen zo stuk. Maar de mannen hebben me van hulu. Dan ben je aan mijn taxi in de Sachachi. Een barra light again. Mijn taxi in de Sachachi. Mijn boy dat in Pamustraat, no Arabistraat, beseer Podosiri Asia. Dan ben je aan mijn taxi in barra light. Dan ben je aan mijn lukuno, gim drie Podosiri Asia. Dan ben je barra light. Dan ben je barring. Dan ga je mis refi. Dan ben je bij de Podosiri Asia gama. Dus tentein ben je niet hier. Maar dat deed je niet beter. Dat deed je niet beter. Maar heb je nooit gevochten in die buurt? En met wie heb je gevochten? Ja man, ik heb gevochten. Maar kan je wel vechten? Want heeft me Lucas ging. Nee, no, Lucas ging, boy. Zij mij doen. Serieus? Ja. En dat ik me nou fit maar ik hield van vechten. Ik zat bij een piste, bij de Geers, we waren op de club daar op. Ik denk het is Maratrette, waar Telesur is daar. Ja. Dat was er altijd vakantie bij Bijbelschool. Mm-hmm. Daar heb je ook een soort war tussen Geersvleet en Tourtonne. Tourtonne, aha. Isabi, dat heb je te min aan hem af. Tjarek, nog bij de hand. Dat bij de huismuis, lief boy. Te min aan hem af, dat heb je mijn vleet, dat we gaan naar club. Dat we gaan keer. Dat heb je vakantie bij Bijbelschool. Dat allemaal dan gaan we nefie, dan gaan we oeien in de tas. In de kerk? Ja man, dat. In de kerk heb je twee rijen. Je hebt de rij hier en je hebt de rij hier. Dat geestvlees doen ja, doet ons doen ja. Dat allemaal is dat mooi. Dat in Barika je kies boeren, er is aan het stroop, alles aan. Dat allemaal prijzen gaat doen mooi. Dat te vakantie bij ons goed was zo. Let dat hele surfeet dappen. Ja man. Maar ben je al in aanraking gekomen met de politie? Nee, nog nooit. Nog nooit, no? Nog nooit, nee. En, heb je een vriendin? Dat is een mooie vraag. Rem, dat hoor je na de break. Jullie zijn nieuwsgierig? Welkom. Hey schat, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed hoor. This is for my long distance lover. Yeah, I wanna hold you, baby. Hij is er nog niet achter. Free After 3 International. Bel 3 minuten internationaal en ontvang 15 minuten gratis. Digicel, Suriname's Bigger Better Network. Papa, go drinken en go palm. Mega her story, mega klarik. Daru. Oh, wat gaat dat? Aben zo'n probleem. Papa, keuren, wagi pijn, monterala, tori. Geen papira, dat is koud hoor ik. Oh, verzekeringsbewijs, ja, dan heb je de man die zij moet doen. Even tappen, mijn keur, mijn motorfiets. Bronfiets, wagi, alles aan de keur tappen. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring van uw auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Evert. Evert snel qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur morgens tot 4:30 middags. Evert, Koreastraat, nummer 11 tot en met 13, telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage, Evert. Evert, anno wandering. Bapabol, hinya. Trutrukeuring. Hey.
moeten spijderen. Is geen bankstel hoor. Ik ga even een paar pannenkoeken bakken en een paar andere gerechten voor jullie klaarmaken. In cafeetje aan de Van Sommelsdijkstraat worden pannenkoeken en poffertjes gemaakt. Klassiek hartig op zoek de fantasie die het doet op zijn Hollands wordt. Hey! Ja! Uw fantasie, bedenk het zelf. Aan de Van Sommelsdijkstraat, nummer 11. Elke dag, weer mijn idee. Ja! Het pannenkoek en poffertjes café. Ai, heb je vriendin? Ja, ik heb Nee, wacht, laat me het anders doen. Ja. We gaan even terug in de tijd. Had je een vriendin? Terug in de tijd, wanneer had ik een vriendin? Ja, had je, met wie ben je begonnen? Ja, boy, Tim Billeba meisje dat. Iedereen die mij kent, die mij goed kent, weet dat ik echt van het meisje hield. Begreep je? Ik heb er ook in de kerk, maar ik ben een kerkie boy. Ja, maar ik hoor veel van de kerk, man. Ja, ik ben een kerkie boy. En ik heb haar in de kerk ontmoet. Isabi, ik had haar in de kerk ontmoet. En ja, ik was direct verliefd toen ik haar zag. Begreep je? Mij mag Karin, hè? Ja. Seat Rowena Derby. Ja, Seat Rowena Derby. En dat ben echt mijn eerste lobby. En waarom is het uit? Wel, ja, tijdens de relatie, Isabi. Toen was ik ook bezig met mijn muziek, dus daar ben ik gewoon populair enzovoorts. En dat. Je weet wanneer je in het begin populair wordt, pas, Isabi, dan ben je nog een beetje wild, hè. Ja, daardoor. Heb je hobby's? Ja, ik heb hobby's. Ik voetbal graag. Ik speel de voetbal voor Leo Victor. Ik ben ook in de Surinaamse... Waarom speel je niet meer? Ja, dus het is moeilijk te combineren voor een club spelen en muziek, hè. Je hebt voor muziek gekozen. Ik heb voor muziek gekozen. Ik ben de Oru selectie, man. Ja, man. Owen? Ja, tuurlijk. Dat was hij. Maar voor wie heb je allemaal? Alleen voor Leo Victor heb je gekozen? Alleen voor Leo Victor. Bij Indra Mayu. Ja, Indra Mayu. Dat was ik in de pupillen, aspirant. Isabi en daarna bij Leo Victor. Ga je uit? Ja, ik ga vaak uit, ja. Waar ga je zo al? Wel, je gaat me bij Margarita zien, donderdag ja, van Aloos misschien. Ja, ik ga wel uit. We wachten af, vraag van vriendinnen, maar jullie moeten nog even aanhouden. Het komt. Ja. Hey Finke, vertel een beetje over jezelf. Nou, wie ben je? Hoe ben je? Wel, ben Finke. Ben je agressief? Ben je saai? Ja, wel, Finke. Heet Felicio, Romano, Francis. Ik ben makkelijk in de omgang. Mensen vinden me soms misschien een beetje verwant. Ja. Ja, omdat ik loop mooi kroosie en ik loop te mee shine, maar begrijp je? Ik ben niet voor one. Mensen die mij echt goed kennen, begrijp je? Want praat je tot de ieder? Ik praat tot de ieder. Bemoei je met de ieder? Ik bemoei met de ieder. Je weet toch? Maar mensen vinden me voor one, maar ik ben niet voor one hoor. Ik ben gewoon normaal in de omgang. Ik help graag. Ik hou ervan om mijn fans tegemoet te komen. Begrijp je? Ik ga vaak uit. Ik lach. Als ik stak mijn vis in spang, dan was het weer mijn ieder. Echt weer mijn ieder. Want ook al ben ik een beetje gespannen, toch lach ik. Maar als het soms te veel is, kan je niet lachen. Ja, klopt. Begreep je? Maar ik ben gewoon normaal in de omgang. Ik hou van muziek. Is je gezicht vaker zuur of lach je? Nee, ik lach vaak. Ik lach vaak. Want ik lach niet van. Zomaar gaat men zeggen dat je verwant bent. Nee, dus... Want die gerucht heb ik ook gehoord. Ja, dat toch? Ik verwant ben. Dat Fink is verwant. Dus heb je toch aman en moxie echt. Maar boy, laten we zeggen, je gaat naar Margarita's en je wakka kong. Je bent een man, je weet die mooi kroos, je hebt een chance, begreep je? En
als je bepaalde mensen niet kent, dan kan je ook naar deze man gewoon denken, hé, hoe gaat het? Als man, hoe dat? Ik ken je niet, begreep je? Dus sommige mensen vinden van, ik praat niet met ieder. Maar als ik je niet ken, kan ik onmogelijk met je praten. Ja, je dan kom ook... jij met mij praten, ja, ja, begreep ja. je? Want je moet ook voorzichtig zijn. Soms de man, you, ik go takang aan mijn flesje. Aan mijn flesje. Begreep je? Dus ik begreep je helemaal. Maar je zegt je houdt van mode. Ja. Want je hebt toezicht mode. Ja. Mode en fysieke product, fuck. No, mina mode, man. Je hebt een ko echt. Ja, volg me. Dus in go snel naar huis, weer across die ongebaat, spuit parfum. No, 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 no. If dat sa, dan kan mi lati, isabi on solis mi lati tim triop, isabi. Dan ben ik thuis aangekomen, dan kan ik me weer across die tempo dan ik triop dan. Maar als ik uitga, met ik meteen. Alleen heb ik soms problemen met het streken. Oh. Dan staat mijn man aan mij mee vast altijd. Je streekt niet? Wel, ik streek, maar zo liefst heb ik drie keer kruisje daar. Laat ik bepaalde plekken open. Ja, ik ben snel toe. Ah, snel. Ik ga gewoon met elkaar broeken, flat drillen. Daar. Want if je wint drie keer in een trikking, tegen wat straat hij? Of hij kruikje of hij recht? Ja, dat is dat. Dus ik streek niet. En net in deze manier is hij. Nee. En die populair deze manier is ook niet. Is afvallen. Zolang hij weer kruis. Oké. Maar heb je nare ervaringen in je leven meegemaakt? Nooit wel? Ja. Op Geersvleet. Ik ben een neefje in de buurt daar, Amabitana Unu. Er is een kreekje op Geersvleet. In de buurt van de Matura straat daar, Bonnichus. Ik weet niet, ik denk dat je het al Bonnichus is. Dat is hij, Amabego je pointu chimang, watu tramang, inawatra. Amang kon verdrinken. Serieus? Ja, is hij verdronken. En je hebt gehuild? Ja, man, mi belo bama, ti man. Ja, amabe kwai, maar mi belo bama, begreep je. Maar heb je naast dat geval ook anders gehuild? Anders gehuild? Ja toch, toen ik voor het eerst naar Nederland ging met Mighty Youth laatst. Mikiri, lekker een meisje, jongen. Zij die kreeg? Ai. Omdat Tjarek Tjachi Sapsa Oemek mee. We zijn niet nu bezig, isabi toch? En het was, ik kon het niet geloven dat Mighty Youth naar Nederland is gegaan, begrepen. En dat we op dat moment op vertrek stonden. Dat is maar bij groet Uno. Ik vond het een beetje raar. Ik ben ping. Ik schreef dat ik al aan het werkelijk, jong. Ja, ja. En ik heb gehuild. Ik ben de enige, maar ze kreeg omdat ik altijd fit die groep, begreep je? Ik ben altijd Mighty Youth. Mighty Youth is Finke is Mighty Youth. En hoe was die tour? Ja, man, het was. Ik kon het niet geloven. Ik kon het helemaal niet geloven. Het was gewoon. Was goed. Ja, man. Dus we hadden eigenlijk het idee dat we niet echt bekend waren in Nederland, maar we hadden het helemaal glad mis. Oké. Waarom ik heb gevraagd of je ooit hebt gehuild, meer dan gerucht, is dat wij van Bankstel horen alles. Is dat je toch? Facebook, if you look op Facebook, tap op Bankstel, ga je zien, ga je alles kunnen lezen wat we van je horen. En wat. Ja. Wat heb je gehoord? Sam hier, want Sam tap mamio, dat ik kreeg jonge bladeren of badder. Ja, dus. Het was een jugu-jugu? Ja, het was een kleine jugu-jugu, isabi. Begrijp je uitspraken en bepaalde mensen die doen alsof ze het met je menen, die hebben opgenomen, begrijp je? Want dat ding is eigenlijk gebeurd een dag voordat, ja, een paar uurtjes voordat we waren gaan optreden bij op White Beach, een echte schoolparty. En ja, een mede-artiest die heel veel mensen ook kennen. Die is die dag bij ons gekomen, begreep je? En we waren bezig een lied te schrijven, dus ik zou hem eigenlijk dat lied voordragen voor Amanka Verstang van Apoku Ego. Maar allemaal liever eerst aan dat hij, maar ik had het niet door, begreep je? Terwijl al die tijd aan mij tik me op, daarmee actie mee is gewoon met het doel gekomen van wat trauma jongen, van badder jongen. Dan ben ik op pika man. Maar mijn badder is sowieso bij Fassi. Ik snap, alle Pokémon heeft Fassi aan. Ja, je krijgt ruzie met elkaar, ja. Isabi toch? Dus daar, Aman kon echt naar een doel. En Aman kies me werkelijk, want ik kwam samen met mijn machtaki. Isabi. Aman kon actie me goed, dat paf ator dat hij. En ik kwam samen met mijn machtaki, maar ja, ik heb het gezegd. En... Wat heb je precies gezegd? Aman actie me. Rem. Na de break, hoor je wat hij allemaal liever zegt. Maar meer aan creëren. Maar hé, ik heb je echt zwaar gewonnen hoor. Hé, maar ik had je bijna. Oké, zie je nog, ja? Hé,
Ik bel je wel, oké? Hallo? I turn you off. Nope. Hij is er nog niet achter. Free Nights. Bel overdag 2 keer 3 minuten Digi to Digi en bel 's nachts gratis. Digicel, Suriname's Bigger Better Network. If you and your equipment don't understand each other, it's difficult to get results. Don't complicate yourself, change to Athletic. The new graphic monitor exclusive from Athletic makes your training easier, simple, and correct. Under color identification, you know if you are in your heartbeat target and if your body activity is being made in the correct way, giving you results. Red color, too strong. Yellow color, under the minimum. Keep yourself in the green color and follow the messages and orientations. There isn't more pleasure than checking the results. Athletic gets you fit. Available at ProTrade International NV. Kwartweg nummer 6, telefoon 427114 of 473611. Open maandag tot en met vrijdag van 9 tot 8 uur en zaterdag van 9 tot 4 uur. ProTrade. Beautifying your home is our mission. En het alles gebeurt in... Ai, wat is er allemaal gezegd? Dus, die man die me vraagt hoe het gaat in Mighty Youth. Ik zei, hoe gaat het met Badr? Ik ben niet gevraagd hoe het gaat in Mighty Youth, hoe gaat het met Badr? Mino Gama antwoord. Ik zei, want hij is niet daarvoor. Ik wist dat hij daarvoor... Isabi, dus die jongens met een doel gekomen. Hij is met een doel gekomen. Voetbalzaak genoeg. Juist. Hij was een chisan bedek, ba. Dan maak ik me dat ik pika, maar dat ik in om te communiceren naar een wang. Oh, ik heb dat ik nog wat taking. Ja, nee. Maar in om te communiceren naar een wang. Terwijl ik taking, maar ik schrijf naar de soort smart attitude. Ik heb dat ik ook mensen die zo zijn. Ja, ja. Ik heb dat Marons. Ik heb dat, want ik kom ook van. Ik heb smassa naar Marons toe. Maar ik heb het gezegd omdat. Ik heb toch zo lief, je tak bepaalde sassa in me. Isabito, en dat heeft tegengenomen, dat mag gebruiken voor dit op YouTube, voor dit op Mamio. Want we zijn bij dit op Mamio, wat ik vind, een vrouw enzovoort. Dus dat erbij. Verergering. Met Mighty Youth. Dus op die mannen gebruik ik niet, Wang. Maar Mighty Youth. Ja, Mighty Youth. Maar ze kan die onschuldig in dat doen. Jaloezie. Begrijp je? En dat staat mee, omdat die Cyrano was bij me gekomen, want hij had dat gesprek gehoord, aan mijn Fasami. Maar ik wist niet wat het was, dus binnen een maand heeft gisteren op die dag, hé, dat kan niet. Maar al die tijd, ik heb een dame in Nederland die ik goed ken, heeft het dan op YouTube genomen, is het voor me gestuurd. Dan, mijn arka zei niet dat ik kon denken, hè? Dus al die tijd, amma, die kon ik zo aan doel dat je. Begrijp je, amma, kies me. En, oké, mijn arka zei niet, mijn vierer, mijn oligie, mijn viering, wat ik had het niet zo bedoeld. Ja. Ik kreeg een meisje. Maar ja. Je hebt Onben, hij is de organisator van MiraPro, hij is de leider eigenlijk van MiraPromotion. Hij heeft ervoor gezorgd dat alles nu helemaal in orde is. Maar je bader Bosu schreef je, Ubraso schreef je. Tongo? Tongo schreef je. Toch de mij vindt dat... Niet van op. Ik zei je, dat is niet van op. Heb je dat ook gezegd? Ja, dat... Heb je dan bij Abba Piercing toe? Oh, heb je daarom weggehaald? Ja, ik heb het daarom weggehaald, Isabi. Nou, je moet niet luisteren naar mensen. Wat zeggen ze dat je homo bent of zo? Ja, vind ik houd van mannen. Maar ben je homo? Ik? Ben ik homo? Aha. Hoe denk je zo lang? Het is geen vraag, man. Het is geen vraag. Maar hou je van vrouwen? Ik... Sam! Heb je een vriendin, Vinke? Ik heb een vriendin, ja. Ik heb een vriendin. Wie is je vriendin? Laten ze het weten. Laten ze het horen. Ra, ra, ra. Maar je hebt gesproken over amang. Sumana amang sambo stichta a jugu in a groep. Dan kijk ik even naar je manager. Ik kijk even naar zijn manager. En als hij het niet wil zeggen, zeg ik het wel. Ja, ik heb toestemming gekregen om het te zeggen. Aha, is een
Nu in mijn wenk dat ik ben op tak niks, dat komt me voor. Want er zijn al zoveel problemen, we willen voor meer problemen zorgen. Oké, we begrijpen het. Ja. Oké, we begrijpen het. Maar Finke, hoe ben je in contact gekomen met Cyrano? Hoe is het begonnen? Wel, het is begonnen bij Studio West Studio. Mm-hmm. Toen was de Mighty nog niet zo bekend. We hadden wel een lied die een soort van hit was op de straten, Droog je tranen. En we zochten eigenlijk naar promotie, mm-hmm. begreep je? En alle fasie mi altijd long, tjachi bij long naar mi toe, we long zoeken promotie, we hossel. We gwa sky, de maf sky yagunu. We waka ga sky van Noordwijkweg waar ik woon, Kwata. Me waka fu via weet waar Nes is toch? Pas op passie dat via Tamega. Me waka go ta sky en wan CD, de me yagunu gwe. Dus we hadden echt promotie nodig. Dan die man van West Studio kende Cyrano toevallig. Dat heeft hij me gelinkt met Cyrano, begreep je? Maar dat kan man. Dat was gewoon bij Moxie, maar bij draai de pokoe. Met Egi, maar hij doet 3 op gratis van PCR. Ja, maar zo begin je. 3 op gratis. Hij was ook soms in de organisatie van Amabedelijk MC na. Mm. Maar precies, van zijn sning, discriminatie loop. Ja, ja. Dat zijn mijn tekunu. Zo, we gaan 3 op gratis. En als we soms aan het optreden waren, dan wist je dat toch wel op een bekendheid. We hebben een bekendheid, begreep je. Dus we hadden echt een goede manager nodig. Hoe link op naar mijn man, maar waren alleen maar. Ja. Teleurstellingen. Mm-hmm. En dan uiteindelijk waren we dan naar Nikeri gegaan. Het ging ietsje beter. Dan waren we naar Nikeri gegaan. Daar is Cyrano meegekomen, want dan was het Mattie. Yeah. En daar, ik van, hey, tjachi, laten we Cyrano nemen als onze manager. Die man is intelligent. Ama Sabastrati, Ama Lobafak, Kutakangaman. En hij was geïnteresseerd. En we hebben gesproken. Isabi toch? En Ama legt Boemboes aan uit. En tot nu toe, kijk, we zijn al bijna 6 maanden bezig met die man. En we zien alleen maar vooruitgang. Ik zei toch, ineens, dat kan mijn money enzovoorts. Maar aan mijn fassie, want ik altijd ik kan een idee van mijn tiut, begreep je? Ja. Ik heb altijd ervoor gezorgd dat samen met Chachi, voor zijn gobo in een groep. Dus zo is we Abu Awansani. Maar ik vind het vast nog niet, maar we hebben een schrijf gewoon. En tot nu toe gaat alles goed. Ja, die vraag wil je ook stellen, ben je koppig? Ah, ik ben koppig. Goed koppig, hè? Mm-hmm. Want ik heb gehoord in Holland. Gewoon niet verdwijnen one day. Nou, dat is nog koppig, man. Wat was het? Gewoon niet verdwijnen. Je bent... probleem. Zij niet verdwijnen. Je geen probleem. Gewoon van die mensen. Je weet dat jullie bij me zijn. Ja, ik was bij me. Ja. Maar af verdwijnen dat hij. Ik was bij mijn zussen in Rotterdam, Isabi. Zonder te melden. Ik was zo blij om ze te zien na zoveel jaren weer, begrepen. Waren echt je zussen? Ja, ik heb 3 zussen. Die in Nederland wonen, eentje is nu hier, begrijp je? Mijn enigste boer is mijn woon in Addis, maar ik kan gewoon. Ja. En je zus was ook heel erg goed voor ons. Joh. Ja. Dat is mijn zus. Zet een kleine oogje op me. Hey. Ja. Nou, maar is mijn zus te oud voor je? Nee, maar. Hier in de Vinken. Ik wil toch even met Cyrano gaan praten. Mm-hmm. Mag ik? Ja, tuurlijk. Laten we even naar Cyrano luisteren. Ja, Vinken. Ja. Vinken is een hoofdstuk apart. Positief en negatief, maar ja, het is waar je mee werkt en niet dat ik het erg vind of zo, maar ja, iedereen heeft zijn leuke, iedereen heeft zijn minder leuke kanten, maar ja, zijn leuke kanten die het dompoeding, de minder leuke kanten, dus ja, het gaat leuk. Het verschil tussen Chachi en Finke is woelig en rustig. Ja. Vertel ons. Ja, kijk, Chachi is meer rustig, allemaal relaxed, die man is meer, je weet toch. Gewoon aan mij, de van maar rustig. Als hij moet performen, als hij een show moet geven, dan geeft hij een show. Maar Finke is meer die snelle man. Die bemoeit zich ook met alles terecht. Hij wil gewoon weten wat er gebeurt. Hij belt me steeds van, hey, morning van waka, dat regel. Dus ja, Chachi is rustig, Chachi is on the down low. En Finke is meer de man die bezig is. Hij is soms koppig. Dat werkt soms in mijn voordeel, maar soms ook in mijn nadeel. Ja, maar kijk, ruzie. Ruzie niet echt van, hey, al, maar in het takmoren of zo. Maar soms, als hij dingen niet begrijpt, als we moeten gaan optreden of er is iets onduidelijk, is bijvoorbeeld Chachi zoiets van, hey, maar wat gebeurt er? Maar misschien is hij op dat moment een beetje geprikkeld, komt hij geprikkeld van huis, misschien is er iets gebeurd. En dan neemt hij het mee en dan brengt hij op een manier waarop ik bijvoorbeeld zeg van, nee,
dat gaan we niet zo doen. Dan mag ik klem even. Mm-hmm. En dan hebben we op dat moment ruzie. Mm-hmm. Dan zitten we misschien, ik heb zoiets van, Ebra, daar kijk dan. Ik ben even weg of ik ga even. En dan komt hij weer hoor, na een half uur van, sorry. Ik had het niet zo gemeend, ik had het niet zo moeten doen. Dat moet ik hem wel meegeven. Maar omdat die man, je weet toch, die man is energiek. En hij doet soms dingen, ik zeg van, als je iets doet, Fienke, moet je eerst nadenken voordat je iets zegt. Dan voorkom je ook dat je sorry moet zeggen aan iemand. Want sorry zeggen aan iemand vindt niet iedereen leuk. Met deze jongens wil ik de top bereiken. En als ik zeg de top, dan praat ik niet over de Surinaamse top, maar dan praat ik over de top daarbuiten. Snap je? We praten Nederlands, we zingen Nederlands en ze kunnen ook Engels zingen. Dus het komt, alles komt, niets komt voor zijn tijd. Dus gewoon geduld, geduld, geduld. En ik wil dat ze zo hoog mogelijk komen, al ben ik er niet bij. Maar ik moet ook kunnen zeggen van, ik heb een steentje bijgedragen dat ze de top hebben bereikt. En dat alles gebeurt in... Wel, je bent koppig. Ik ben wel koppig, maar zo lees je, ik luister soms niet. Maar ondanks dat, Cyrano teemt ook van je tjare waka. Ik heb ook heel veel bewondering voor die man hoor. Misschien dat aanpak van man, toch? Daarom moet je ook blijven luisteren naar die man. Is je aan hoogte per je goed, toch? Ja. Is dat weer toch? Dus blijf die man volgen. Ja, maar, ik heb zei de Miloba Stelvi. Ja. Omdat, ik heb dat meer naar Pokémon toe. Ja, tuurlijk. En ik heb wans aan Samibé Dutu. Ja. Is dat weer toch? Dat naar Poortrui, dat podium. Wat komt er in je op om dat te doen? Wel, als die mensen zo voor je schreeuwen, boy, simpel. Ik denk nou een soort windy etiky over. Maar je vriend dat ik SP kan lopen. Is dat weer? Maar kijk nou. Kijk nou. Ik hoor rekening. Ja. Die in een zaal. Ja. Die in afbroer, die kan poer Allah. Ja. Maar op het moment dat open lucht, door de zee. Toch? Hoor rekening dat... SP kan dit afweer. Hoor rekening dat niet. Dat raam mij tegen me. Ten poer met de tjatje, ik moet precies. Ik zie het samen, man. Want die in een man. Het was onafhankelijk. Ik speel me poer met de mijn potten naar DJ. Hoe tjatje te kat trui. En mijn tjonk, ik ga in het publiek. Dan bij het trui als hem die dat. Dat gewoon aan mij laf me. Wat is niet zo? Nou, dat is niet zo, man. Als we samen treden, dan moet je weer treden. Dan moet je dier treden. Ja, man. Maar, vechten jullie? Hebben jullie heb je ooit eens gemerkt dat er jaloezie is tussen jou en Chachi? Merk je het op dat Chachi kan de lookie soms schuins eten? Nou, dus... Als er heeft Chachi lookie mis schuins, dan kan hij me vinden dat hij amane perform like van mij wanneer. Is dat kan, is dat familie de Dimitri op naar dansen, is dat maar amang na moro en shy man. Dus hij is meestal rustig. Dan kan hij zo amang lukken met me weer, maar hij dacht, ik dans no. Of, give one show dat mij lukken met kan de song en zei, want amang net takia, maar dat gewoon hij lukken, dat mag bang. Maar ja, Lucy, no. If Chachi als voorbeeld, Chachi is een fan, dat is standaard. Chachi heb mijn fans, me heb mijn fans. Voorbeeld was hij ergens en je stak nog jana Chachi precies. Dan laat ik ze aan Chachi. En zo is het ook bij hem. Tegen mijn stak, nou, dan vind ik er, hè. Mijn man zeg ik. En hij liep me gewoon. Maar geen jaloezie hoor. Okay. Nou, helemaal niet. Dan ga ik even met Chachi gaan praten. Laten we even gaan luisteren naar Chachi. Hey Tamara. Ja, zie. Hi. Hey, boy. Chachi, naar jou meekom. Hey, serieus, ik ben goed. Hey, wacht, laat me even afmelden. Waar ben je bezig? Ik ben bezig te pingen. Oké. Maar hier in de Chachi, je hebt zeiden met Suki. En hier in de Sansa, Finke, tak, fee. En ook kan, man. Vertel een beetje over Finke. Nou, Finke, amang is soms een beetje agressief. Amang abeng fuck up zee, maar amang beboen zee toe. Die man kan soms eigenwijs zijn, of je weet toch, doen waarin hij zin heeft. En hij wil altijd zijn zin krijgen, isabi. Maar soms meer horen en gaan op cheese. Je weet toch, je kan die man niet over laten lopen. Ja, mama, ik ben boos zei toe er. Zolang ik naar poen staan, maar ik ben geen gaat hij me geven. Okay. Of zo omgekeerd. Soms mag ik mij vast. Waarom? Want kan je me nog die stemming dan ook komen? Hey, doe nou, dans nou, of je weet toch. En meteen maar toch, hey, voor een oorlog in er. Dan ben ik bang aan mijn piste dat hij. Dat is de ergste in de serie, madame. Dat is de ergste in de serie, madame. Ik ben niet volgens mij, maar ik doe het niet. Maar,
Bacadé, we de kom. Die Bomiki clips hebben we laatst gelaunched in Afana Launch en het was succesvol. Maar ieder was zo in een niet als een trans, om het zo te zeggen, maar iedereen was stom verbaasd van een Surinaamse clip is zo. En ja, ze hebben gezegd, ja, is goed en jullie moeten het zo doorhouden. Het was gezellig, man. Jullie mogen kijken wat we zaterdag hebben gedaan. Finka heeft zich weer misdragen, allemaal poer en trui. De maf SP, Rigeri naar hier precies. Ai, zo kun je het aan mijn pot demonstraten. Jullie mogen gaan kijken. Allemaal rustig. Doe naar mijn tegel. Vader, waarom ben je mee de stinken laten? En hoe komen jullie aan die Enver? Enver. Dat is Enver, Mekasan helemaal compleet. Ja, Enver zag ik vaak in de stad. Sabi, Meshama, waar Mighty moest optreden, was Stik ook. Meshama, Furfuru. Sabi, Meshama, altijd lekker gewoon bescheiden, man. Maar sorry, ik ben hier, dat kan man verwant wel. Sabi, dus ik zag hem in de stad, dat wil je me toeschrijven. Ja, mijn baar. Enver, hinderlijk. Ai, maar ik ben best wel pissen dat dit kan man hinderlijk zo. Meshaman. En ik vond, ik, net als ik bij Baderman zag dat hij talent heeft, zag ik het ook bij Enver. Dat ik, nou, boy, zie je talent. Ik bewonder hem ook. Ja, heb ik hem een keer gezien. En dan, man, heb ik eigenlijk allemaal actie met Sani, maar mijn twijfel. En mijn man, tenminste, dat ik ook actie met Sani. In de durf, dat mijn actie dat ik vaak. Ja, maar dat ik vaak even zit aan pokoe. Ja, man, boy, dat ik wel actie net. Olangamon, is dat bito? Ik heb meegemaakt met Finko. In een korte tijd heel veel. Minaf Yoku is een hele gezellige boy in de omgang. For one, Tafiri hier. Tama weer een petit for one boxer short. Tama die in een for one stemmen. Maar dat heeft iedereen. Weet je, Mino Yoku gi misref abewa one to race. En een for one mens denkt altijd dat een normaal mens for one is. Maar je moet het bij jezelf zoeken. Maar vind ik aan mijn man. Isabi, die man heeft me gewoon benaderd een keer voor Doan San. En ik heb niet getwijfeld, me happen toe direct. Isabi, want die samenwerking is nodig en man ouwe mensen op Biggie Fasina aan resultaat. En ik vind de muziek kwalitatief klinken. Look hoe Bomiki is uitgebracht aan mijn trouwe hit. En dan, Bakadi is dan je praxeert dat je bent die man dankbaar voor het feit dat aan mijn actie. Isabi, dus vind ik bij deze daar. Je hebt me juist, lobby. Juist. Oké, we waren in de studio daar. Op een steeds hadden we een voorbereiding op Bomiki. Hadden Chachi en ik een soort van... We hadden op Chitrobi. Zij bij toch, zo is we vast van zijn oude is altijd zo in een groep. Ja, want jullie waren een tijdje uit elkaar. Chachi met een poko naar Kwasi. We waren niet uit elkaar, dan gewoon bij een soort... Dus op een steeds hadden we op Trobi, maar... Die hebben me een poko naar Kwasi. Ik ben jaren zo. Tjus, want... Alas, ik ben weer in mijn Athena Gio. Dat van Finke. Mis dat ook zo meer de Maitre op dappe. De Maitre op zo. Meer van je bar. Hey, hat me! Hey, hat me! Dus daar heb ik er werk van gemaakt. Hoe snel? Ik zit nooit rustig. Ik sta ook nooit stil. Dan ben ik kapot naar Badr zo. En Awaka. Begrijp je dus? En voor hoe met Enver, ik was studio. Ik nodig Chachi uit. Chachi kwam in span visie dappe. Maar ik kan aan mij. Maar Enver is van mijn baka. Want dat is van mijn visie en mijn visie grappig. En ik heb span visie, Chachi. Dat is van mijn visie. En als hij boos is, dan is hij aan mijn neks. Maar wat is er neks? Hij is klaar aan mij, Isabito. Dus dat was hij daar. Hij kon toch dat stel ik echt op prijs hoor, dat kan maar kon. En dan hadden we Enver ook een idee. Ze hebben toch Bomiki, hoe schrijf je dat snel?
voordat je dag was die beat ook af. Dom ik kapokko en het is een succes. Hé, hey, abomiki, moet hij eerlijk. Dus, item hier eerste lezen. Met één voor erbij, met dag 1, Apoko is het trouw een hit. Ja. Is dat weet je? Wie heeft het geschreven? Wie heeft het in elkaar gezet? Dus we hebben het samen in elkaar. Gedaan. Ja, samen met dus ideetjes, kawang, misdong, enversdong, chachisdong. Hebben we het in elkaar gezet. Ja, dus dat, hoe zit het helemaal? En voordat je dacht, was het een hit, een succesvolle. Maar, vind je in het dorst, no? Ja, maar op dorst, joh. Want die rap, wat rap, ja, zo, jong. Als je dacht, je bent een rapper, boy. Ja, een beetje moorsap voor je inschenken, man. Ja, ja, ja. Ik wil het doen op, Bomiki, aan mijn pokoe dappé. Ja, man. Ai. En, is dat radio 10? Want eerlijk, die meer nummer 1. Is dat radio 10? In het dorp nummer 1 zomaar. Je hebt gelijk. Is dat weer dat dus vandaar dat ik van 1 op pokoe die zie. Maar hoe staat met export? Export voor Apoku. Ai. Dus in het buitenland. Mm-hmm. Wel, ja, dat doet Cyrano allemaal. Samen met een band van Mira Promotion, mm-hmm. CD's enzovoorts. Er is ook een grote aanvraag in Nederland. Wat een boot, CD's. En Jesser is ook geïnteresseerd in een remix van Bomiki. Mm-hmm. Ja, ik wist niet, ik wist niet, mag verklapping. Nee, dat mag niet. Maar stel je mag takking. Mm-hmm. Dus er zijn nog heel veel dingen, heel veel grote dingen. Opkomst, maar hij exporteert goed. Die series worden verkocht daar. A bekendheid, ik woon daar, dus we gaan voor grotere dingen. Oké, okay, goed tapangen door dat die. Hoe chant jij je meisje droog? Ben je droog of ben je nat? Nat. Laat me het goed uitleggen hoor. Niet verkeerd gaan denken. Wanneer ik zeg droog, is het hé, hey, schatje van waka. Ik wil je een kus geven. En nat betekent. Er een beetje omleden, romantisch. Is dat weer toch? Dat betekent nat. Romantisch. Welke van die twee ben jij? Kijk, ik ben alleen maar door vrouwen opgevoed. Mm-hmm. Ik heb 3 zussen. En mijn mama. Mijn enigste boy. En ik heb altijd van mijn moeder vernomen. En ze heeft altijd gezegd van, teetje aan een vrouw. Behandel een vrouw als een prinses. Begrijp je? Het maakt niet uit dat je mij tak voor een vrouw. Maar behandel als een prinses. Dus ik kan een beetje van vrouw mee. Ze hebben toch goede dag, goede morgen, goede avond. Het ziet er echt leuk uit. Isabi, mag ik je nummer? Of, nou, mag ik je nummer snel? Hoe heet je? Je hebt die actie, dus aan je familienaam, want kan die jongen aan niet daar. Hij is een natte, hè? En die zijn die gevaarlijke. Die zijn die gevaarlijke. Ik ben droog. Van mij weet je direct wat ik wil. Hij is nat, pas op. Ai, ga door met je nat verhaal. Ja, dus. Met je verhaal. Ik ben het nummer. Dan gaan we sms'en of bellen. Of nu is het pingen. Als ze pingen, dan pingen we. Begrijp je? En met hoeveel ping je? En met hoeveel ping je? Wel, ik ping met vrienden. Is dat je toch gewoon vrienden? Ik heb wel heel veel pingvrienden. Begrijp je? Fans. Ja, fans. Mensen die mijn muziek mooi vinden. Of mijn muziek mooi vinden. Dus. Maar. Wat voor soort fans heb je? Vrouwelijke of mannelijke? Ik heb meer vrouwelijke fans. Ik denk dat mannen niet lopen, boy. Serieus? Het zou vreemd zijn ja, dus dat mannen pennen. Ja, eigenlijk mannen, ik heb het vaak meegemaakt dat wanneer ik over straat ben, dat mannen bang zijn om met me te praten. Dat ik vaak. Wat moet gewoon kunnen zijn? Ik heb mijn fout. Nee, maar mannen fout. Hoe kan ik gewoon? Je kan gewoon met hem praten. Juist, straight. Vink, heb jij een boodschap? Want kinderen houden van jou, van Mighty's. Laat me niet zeggen van jou, jou in het bijzonder. Is dat weet toch? Ik heb het via Facebook kunnen merken. Ja. Heb je een boodschap naar hun toe, qua school? Ja, tuurlijk. Blijf naar school gaan, begrijp je? Want je scholing is belangrijk. En begrijp je? Doe iets positiefs en als je echt een fan van de Mighty Youth bent, neem alleen die positieve dingen van Mighty Youth en laat die negatieve dingen achter. Omdat je het zo goed hebt gezegd, krijg je 50 SRD beltegoed van mijn hoogsponsor Digicel. Ja. Is dat Nono de na pingen? Ja, en we hebben ook een contract, Mighty Youth heeft ook een contract met Digicel. Code eerlijk. Dankjewel Digicel. Mm-hmm.
Dan gaan we het afsluiten. Ja. Het was leuk, het was lekker. Die mensen hebben het gehoord. Ja. Is dat wie? Dus dan ga ik... Mooi, Lucy. Juist. Dat was het voor deze aflevering van Tapa Bankstel. Lekker onder die manjaboom. Je werd ook naar Tapseude, maar we zijn net in de stad. Juist. Kijk, de mol is daar aan die kant, achter die manjaboom. We gaan moeten afsluiten. Het was lekker, het was gezellig. Ik ga straks weer in mijn hangmat. Is dat toch? Maar blijven kijken naar Tapa Bankstel. Waar het onderwerp goed zit. En koude eerlijk, Mighty Youths, naf me, min of Mighty, ja, Mighty Youths, naf, ja, pap. Ja, dat was het voor dit keer. Pap, pararam, pam, 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 oksel. Pam, pam, zwetsal. Ik heb je echt zwaar gewonnen hoor. Hé, hey, maar ik had je bijna. Oké, zie je nog, ja? Hé, hey, ik bel je wel, oké? Hallo? Ah. I turn you off. Nope. Hij is er nog niet achter. Free Nights. Bel overdag 2 keer 3 minuten Digi to Digi en bel 's nachts gratis. Digicel, Suriname's bigger, better network.